Ik ben in Sri Lanka, waar ik me sterk maak voor vrijheid van godsdienst. De religieuze spanningen lopen de laatste maanden hoog op. How far will you go in your strive for your Buddhist culture in Sri Lanka? Een groepering van boeddhistische monniken heeft het vooal gemunt op christenen en moslims. Het zijn wel heftige dingen hoor, als je dit zo leest. Kerk in brand gezet, bom naar binnen gegooid. Verhaal van Mirjam gehoord over haar ervaringen in Sri Lanka. Wij willen voor deze mensen bidden. Godsdienstvrijheid is een enorm groot probleem aan te worden in de wereld. Ik heb een cameraploeg bij me, zeg je even tegen je. Hoi. Hallo. Oké. Dus ik hoop dat mensen toch even denken van ja, dit is ook Sri Lanka.